Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Vandaag presenteerden Joost Eertmans en Annabel Nanninga het verkiezingsprogramma van een nieuwe partij, Ja21. Beiden stapten uit Forum, omdat Thierry Baudet wat hen betreft te slap optrad tegen uitingen van antisemitisme bij de jongerenbeweging van Forum voor Democratie. Bij Ja21 noemen ze zichzelf sociaal rechts en conservatief-liberaal, zonder ongezonde hang naar het extreme. En Annabel Nanninga is via de lijn bij ons. Goedenavond, mevrouw Nanninga. Goedenavond, Thijs van den Brink. Als we teruggaan naar eind november, u besloot op te stappen bij Forum naar aanleiding van al het gedoe daar. Hoe kijkt u terug op die periode? Nou, met heel gemengde gevoelens. Ja, we hadden natuurlijk liever dat avontuur met Forum volbracht. Dat was heel hectisch. Privé was het dan weer een heel gelukkige tijd. Ik heb begin november een zoontje gekregen. Die was een paar weken oud. Dankjewel. Dus een heel hectische, rare periode waar uiteindelijk iets heel erg moois uit is voortgekomen. Ja. Waarvan ik echt goede hoop heb dat we het goede behouden en de wat minder goede dingen achter ons laten. En, had u het eerder moeten doen? Nu vooruitkijken naar de verkiezingen. Nou, ja, die vraag is mij wel vaker gesteld. Weet je, die vraag heb ik mezelf ook wel eens gesteld. Dat weet ik niet. Ik denk dat er op een gegeven moment een druppel was. En dat was nu deze. En het heeft niet zoveel zin, denk ik, om daarop te reflecteren. Van had ik niet toen of dat of dit of zo. Het kan zijn dat u zichzelf dat kwalijk neemt. Dat u denkt van ja, als ik beter had opgelet, had ik misschien eerder kunnen zien waar dit naartoe ging. Nou, weet je, ik wil eigenlijk hier ook een beetje een streep onder zetten. Want we zijn nu gewoon echt met iets nieuws bezig. Maar ik wil nog best zeggen, natuurlijk heb ik op heel veel momenten eerder intern van alles geprobeerd, gezegd, gedaan. Ik heb helemaal geen zin om daar nu over met modder te gaan gooien of dat allemaal op te rakelen. Maar geloof mij maar als ik zeg dat dat niet van de een op de andere dag ineens was van goh, dat, nou ja. Nee, maar ik daar heb ik natuurlijk echt al heel vaak eerder gedacht of gedaan of iets gezegd. Maar ik vraag het omdat mensen natuurlijk toch willen weten, ja, is het inschattings? Kan mevrouw Nanninga mensen goed inschatten? Jawel, dat denkt mevrouw Nanninga wel. Maar heeft ze dan Thierry Baudet goed ingeschat? Nou ja, weet je, nogmaals, ik heb geen zin om nu vervelende dingen te gaan zeggen. Het is gegaan zoals het is gegaan. Nee, ik vraag naar uzelf. Ik vraag niet of u iets lelijks wilt zeggen over meneer Baudet. Nou ja, u vraagt naar mijn verhouding tot hem. En dat is gewoon nu niet meer zo relevant. Ik denk dat we gedaan hebben wat gedaan moest worden toen de situatie echt redelijk onhoudbaar werd. En toen hebben we gedacht, luister, dit gaat niet meer zo. Dit is ook geen serieus alternatief meer met verkiezingen. Hè. Los van het morele aspect is het ook gewoon nu niet meer een partij waarmee je onze idealen kan verwezenlijken. Dat is helemaal verkwanseld. Maar wij moeten door. En dat is wat we gedaan hebben. Ja, en mensen hoeven niet te twijfelen aan uw beoordelingsvermogen dan. Want dat kan me voorstellen dat mensen dat doen. Als u zelf weggaat bij een partij met nou, een lijsttrekker. Nou, dat lijkt me niet. Want anders had ik daar nog wel misschien gezeten als ik geen goed beoordelingsvermogen had. Ja, maar laat dan misschien waren we niet nu met een nieuwe partij van start gegaan. Waar meteen, we staan meteen op 3 zetels in de peilingen. We hebben in no time een programma, een mooie lijst gemaakt. We zijn al vertegenwoordigd in de Senaat. Ja, de heel veel plekken al. In het Europees Parlement. Met dank aan collega's van Forum. In de gemeenteraad. Dus nee, ik denk dat wij daar iets heel goed hebben ingeschat. En dat ons beoordelingsvermogen daar heel goed in is geweest. Okay, namelijk, er is behoefte aan zo'n partij. Er is zo'n partij? Wat is zo'n partij? Maar ja, dat schip is op die manier gestrand. Nou, zo'n partij, dat is rechts van de VVD. En dan kun je zeggen, nou, daar zijn wel partijen. Alleen wat ons. De PVV heb je ervoor. Ja, maar wat jij in de 20 onderscheidt in mijn optiek is dat wij ook echt inzetten om te kunnen leveren. Kijk, de PVV die zit de facto achter een cordon sanitair. En dat vind ik uit democratisch oogpunt tamelijk schandalig. Maar dat is gewoon waar. Dat is gewoon de politieke realiteit. Ja, leveren in de zin van meeregeren, je kan dat programma wat ze, ja, om politieke verantwoordelijkheid te nemen voor dat programma. Nou ja, Forum heeft zich onmogelijk gemaakt. Daar wil ook niemand meer mee om de tafel. Nou, dan kun je nog 100 keer gelijk hebben op bepaalde punten. Maar als jij dat niet kan verzilveren, als jij dat niet kan omzetten in meepraten. Ja, we zijn een coalitieland. Dus we moeten met andere partijen samen proberen dit land te regeren, te besturen. Maar zegt u dan, wij en daarin zijn wij een serieuze kandidaat. Maar zegt u dan, wij zijn eigenlijk Forum zonder Thierry Baudet? Nee, we hebben een eigen geluid. En natuurlijk zijn er overeenkomsten. Maar wat is het belangrijkste verschil? Wat is het belangrijkste verschil wat u betreft? Nou, kijk, dat onze politiek en ons programma en onze ideeën zijn gebaseerd op feiten, op realisme. En wij willen daar ook echt iets in bereiken. Kijk, wij verlaten ons niet op complottheorieën gaan een soort strijd aan, een soort wetenschappelijke strijd over dingen als klimaat of corona. Okay.
Wij baseren ons op die wetenschap die er is. En daar vinden wij het onze van. En daar proberen we een beleid op te maken. En u zegt ook, als het gaat om klimaat, bijvoorbeeld, laten we dat maar even pakken. Dan hebben wij een andere koers dan Forum. Forum heeft de Provinciale Statenverkiezingen, denk ik, voor een belangrijk deel gewonnen dankzij dat thema, waarin ze zeiden van, nou, zo erg is het allemaal niet. Waar het om gaat is, wat is zinvol? Kijk, je hebt het over honderden miljarden belastinggeld die we gaan uitgeven. 1000 miljard, daar hadden we het over, geloof ik. En wij, nou ja, dat gaat even niet om Baudet, het gaat om wat jij in de 20 daarmee wil. Met dat belastinggeld, dat zijn honderden, duizend miljarden. Voor een probleem dat wij helemaal niet ontkennen. Dat probleem bestaat. Ja, maar het viel wel mee. Althans, dat zeiden ze bij Forum. U zegt het valt niet mee. Ik zit niet bij Forum. Ik zoek de verschillen. Het verschil is dat wij zeggen dat probleem is er. Alleen waar ga je dat geld nou aan uitgeven? Wat ga jij doen met honderden miljarden belastinggeld? Okay. Gaan we daar een zinloze energietransitie, mensen dwingen van het gas af te gaan, ons landschap verpesten? Maar we ontkennen niet dat daar iets aan de hand is. Alleen we zeggen wel, nou, als je dat wil verhelpen, het is een illusie dat Nederland dat kan als eilandje. En we gaan niet zeggen, het is allemaal niet waar, het is allemaal onzin, en CO2 is gezellig voor de plantjes. Dat doet er niet toe. Het gaat erom dat je verantwoordelijk omgaat met onder meer het belastinggeld van de Nederlandse burgers. Maar, en als je het dan hebt over klimaat, het is waanzin om te denken dat wij dat tij kunnen keren. Snap ik. Maar u zegt, wij ontkennen niet dat de aarde opwarmt, ook niet dat dat gebeurt door het gedrag van de mens. Nee, helemaal niet. Oké. En wat is vervolgens uw oplossing daarvan dan? Nou ja, kijk, als je het over dit geval hebt, dan moet je kijken naar, we hebben allemaal energie nodig, dus zet meer in op kernenergie. Dat is ook duur, maar daar doe je veel langer mee. Daar kun je veel stabieler mensen van energie mee voorzien. Ga niet het landschap verpesten met windmolens, met zonneparken die peperduur zijn, die ook allemaal vervangen moeten worden. Maar de vraag is of het zo milieuvriendelijk is. Okay. Een schoon milieu is ook belangrijk. En draai het eens om. Je zou eigenlijk moeten vragen aan mensen die het zinvol vinden om daar honderden, duizenden miljarden aan uit te geven, wat zij denken ermee te bereiken. Ja. Want dat is nu een soort mantra. Dat is een soort vaststaand feit. Maar ja, kernenergie is niet goedkoper dan wind en zon, hoor. Dus nee, maar je doet er wel langer uiteindelijk mee. Je verpest een stuk minder. Natuurlijk, je hebt één zo'n kerncentrale. Dat is misschien niet het fraaiste gebouw in de omgeving, maar je bent niet heel Nederland aan het verbouwen. Nee, precies. Ander opvallend element uit uw verkiezingsprogramma is de vrijheid van onderwijs. Die wilt u behouden. Ja. Maar u maakt een uitzondering voor het islamitisch onderwijs. Dan kom je wel in de buurt bij de PVV, die ook een onderscheid maakt tussen de islam en andere godsdiensten. Ja, nou kijk, wij willen daar een beetje een passende plaats maken. Het staat er wat scherp, dat toegegeven. Oh. Maar we kijken eventjes naar de praktijk. Hè. Onze grondwet zegt dat je gelijke gevallen gelijk behandelt. Alleen je kunt je afvragen, hebben we hier te maken met gelijke gevallen? Als je kijkt naar met name islamitische middelbare scholen, die tot nu toe zijn opgestart. Nou ja, daar is allemaal wel wat mis mee. Maar daar hebben we een inspectie voor, dubieuze, toch? Ja, maar goed, maak nou even pas op de plaats, zodat dat in orde is wat wij zeggen. Radicalisme, gedoe met geld, met subsidies, met financiën, wanbestuur. Ik woon in Amsterdam, ik zit daar in de raad. Ja. Als daar Femke Halsema en wethouder Moorman, GroenLinks PvdA, een islamitische school, een middelbare school aanpakken, omdat er gewoon de IVD komt met een rapport dat daar terreurlinken zouden zijn. Daar gaat ook niemand zeggen, nee, goh, wat ongrondwettelijk en wat extreem rechts. Nee, daar gebeuren gewoon dingen die niet kunnen. Maar mijn vraag is, wilt u principieel de islam en het christendom en de jodendom en andere godsdiensten gelijk behandelen? Nou ja, kijk, daar heb je de grondwet, maar daar is altijd discussie over. Ja, grondwet wordt iedereen gelijk behandeld. Nou kijk, we hebben vrijheid van godsdienst en van onderwijs. Dus je mag best zo'n school stichten. Alleen wij zeggen, er zijn zoveel problemen met het islamitisch onderwijs. Gewoon aantoonbaar. Maak daar nou even pas op de plaats. Oké, okay, dus toch een verschillende behandeling. Zorg dat nee, het is toch gewoon reageren. Kijk, als ik beleid maak, dan kijk je toch naar waar de problemen zijn. Ja, nee, dat snap ik. Dus maar het mag van mij ook, hè, voor de helderheid, maar ik probeer scherp te krijgen waar u staat. U zegt, er mogen geen nieuwe islamitische scholen bij.
Nee, Matthijs, moet je luisteren. Als er in een bepaalde christelijke stroming ineens scholen zijn waar kinderen met hun rug naar de maatschappij worden gezet, waar agressie tegen homo's of tegen andersdenkenden wordt aangeleerd, waar antidemocratische, anti-westerse ellende, dan zul je mij ook horen zeggen, nou, laten we dan die christelijke stroming maar eens even onder de loep leggen. Oké. Natuurlijk, uiteraard. Daarin alleen is het gelijke behandeling, zegt u. Tuurlijk, alleen in dit geval is de realiteit zo. Het uitgangspunt is niet gelijk. We hebben gewoon grote problemen met het islamitisch onderwijs. Okay, dus daar moet eventjes focus op, even pas op de plaats. Niet eindeloos nieuwe scholen openen. Maar even goed kijken, wat gebeurt daar precies? Wie geven daar les? Wat gebeurt er met het geld? Etcetera. Nog een laatste punt, abortus. U wilt de abortusgrens verschuiven in de zin van dat je niet tot de 24e week een abortus mag krijgen, maar al daarvoor. Is dat liberaal? Zeker. Ik wil wel eventjes daar een nuance in aanbrengen. Het gaat om, bij medische noodzaak willen wij niet tornen aan die grens van 24 weken. Het kan zijn dat zo'n kindje iets dusdanig mankeert dat dat nodig is. Dat staat absoluut bij ons niet ter discussie. Het recht op abortus staat bij ons ook niet ter discussie. Maar wij willen wel eens kijken naar die termijn van 24 weken. Hè? En waarom is dat? Een vrouw heeft zelf beschik. Ja? Nou, kijk, 24 weken, als je dan geboren wordt, dan ben je in principe levensvatbaar. Dan kun je behandeld. Hè? Je kan niet meteen zelf alles goed als baby van 24 weken. Maar je kan in leven gehouden worden en gewoon gezond groot worden. Dus, en die grens is gewoon al arbitrair. We hebben gezegd 24 weken, maar ja, het kan ook misschien 30. Of het kan wat zou ook, u willen? Hè? Dus, nou, we zeggen uitdrukkelijk in ons programma, daar willen we een maatschappelijk debat over voeren. Okay. Wij noemen niet een termijn van 12 weken of maar met de intentie om die termijn van 24 naar minder te krijgen. Nou, ja, kijk, als het gaat om, je kan een vrouw niet dwingen om moeder te worden. Ook niet als zij ongewenst zwanger is. Dus dat recht op abortus is bij ons echt in goede handen. Daar willen we niet aan tornen. Maar we willen daarnaast wel kijken naar waarom is abortus gratis, maar anticonceptie in veel gevallen niet. Okay. En we willen wel kijken hoe kun je dat voorkomen en hoe kun je die besluitvorming, als een vrouw die keuze maakt, zo ver mogelijk naar voren halen. Zodat je niet zo ver in de zwangerschap nog dat moet doen. Want dat brengt ook medische risico's met zich mee. Het is een beetje vervelend om dit zo te moeten afbreken. Maar zo gaat dat soms het is een in nare afsluiter, live uitzending. Het is verder een mooi programma. Mensen kunnen het allemaal zelf nalezen die dat willen. Hartelijk dank, Annabel Nanninga van Dankjewel, JA21. Thijs. Zometeen staatssecretaris.